Er klopt iets niet. Een detective-hoorspel in 4 delen naar het gelijknamige boek van Havank in de bewerking van Pieter Terpstra. Regie Wim Paul. Vandaag hoort u het eerste deel. Hoogst merkwaardig. Ken jij deze lieflijke instelling, Nico? Nee, zelfs van het bestaan nooit gehoord. Jullie Romeinen, die kennen je eigen stad toch op geen stukken na. Cisterna, betekent dat niet zoiets als waterput? Een hele eer hier als Romeinse te worden geïntroduceerd door een Nederlander. Je aarzelt met dat Nederlander? Ik moest eerst even nadenken. Bij zo'n journalistieke globetrotter weet je het eigenlijk nooit direct. Maar jij bent hier kennelijk eerder geweest in het Cisterna. Lang geleden. Tja, wanneer ben ik voor het laatst hier geweest? Was het niet kort nadat Julius Caesar vermoord werd? Nee. Het was in de dagen dat mijn vriend Klaas van der Burg met zijn 1 PK-karos uit het land van de Batavieren was komen afzakken. Je weet wel, jullie noemden hem Claudius Civilis. Oh, ja. Oh, kijk. Daar heb je Angela en Henk. Olga en Mikael zullen ook wel in de buurt zijn. Hoe laat is het? Is het al 5 uur? Ja, de afgesproken tijd. Zullen we? Oh, het lijkt me enig, dat weekend in Amalfi. Nee. Ik hoop dat die Michael een beetje gezellig is. Nou, waarom zou die niet? Nou ja, je hebt hem afgeschilderd als een nogal humeurig man. Oh, het is een kunstenaar. Als je interesse toont voor zijn beelden, heb je zijn hart gewonnen. En Olga is een schat en bovendien een dame. Ja, daar zitten ze. Wat? Dat is merkwaardig. Hoogst merkwaardig. Schaduw, hoe is het mogelijk? Nicoletta, dit is niemand minder dan hoofdinspecteur Carrier van Sûreté Nationale. En Interpol, ook wel genaamd de schaduw. Voilà. En dit schaduw is Nicoletta Traiani, een rasechte Romeinse. En een zeer goede vriendin, mag ik wel zeggen. Ja. En wat voert jou naar Rome? Signorina Nicoletta of de journalist? Beide, mag ik wel zeggen. Maar jij, schaduw... Hoe komt het dat jij in het hartje van de zomer zo laag bent afgedaald... en niet in de Provence, in de zon, aan zee zit? Oh, kleine bezigheid, mijn vriend. Ja. Kleine bezigheid. Een bezigheid die inmiddels voltooid is. En voordat ik terugreis, is deze Cisterna een goede plek voor een glas Italiaanse wijn. Wat mag ik jullie aanbieden? Schaduw, de moeilijkheid is dat we op het punt staan naar dat tafeltje daar toe te gaan. Die meneer met die enorme baard is de beeldhouwer Mikael Kojevnikov met zijn vrouw Olga... Zijn hun gasten op Villa Riposo dei Filosofi. Wat een aardige naam. Ja. Nou, ja. Huh? Ik begrijp het. Ja. Tijd om oude herinneringen op te halen ontbreekt. Hallo, waarom blijf je daar staan? Wie zit er op je te wachten? Hallo, Mikael. Wel, Nicoletta, ken je al een beetje? En dit is... Hoofdinspecteur Carlier. Je hoeft me niet voor te stellen, Haro. Oh. De gérant maakte me opmerkzaam op de hoge bezoeker. Ik ken u natuurlijk uit verhalen en legende, hoofdinspecteur... Niet in de laatste plaats uit de verhalen van mijn vriend Haro Aberdeen. Dat doet mij genoegen, meneer Kojevnikov. Ja, ik heb heerlijke dagen in uw land doorgebracht, maar helaas, mijn taak is volbracht. En nu wilde ik u juist, vooral ook namens mijn vrouw, vragen het komende weekend onze gast te zijn. Haro, heb je al verteld welke plannen we hebben? Ik heb over het weekend in uw villa in Amalfi gehoord. Ja. Riposo dei Filosofi. Rust der wijsgeren. De naam trekt mij bijzonder aan. Mogen we dan op uw komst rekenen, monsieur Carrier? Oh, het zal mij een groot genoegen zijn. En nu verlang ik ernaar om kennis te maken met uw ongetwijfeld charmante vrouw. Komt u dan bij ons zitten? Zeg, Mikael heeft een prima humeur. Ah, dat kan machtig worden, Nicoletta. De schaduw is onuitputtelijk in spannende verhalen. Dit, Olga, is hoofdinspecteur Carrier. En het is ons een eer, hoofdinspecteur... De eer is geheel aan mij, monsieur Kujetnikov. Dit zijn ook gasten voor het komende weekende. Angela de Romanis en Henk Verstraten. Hoe maakt u het? U komt uit België, meneer Verstraten? Uit Nederland, monsieur. Maar ik woon al 4 jaar in Rome. Ah, voilà. En u, signorina de Romanis, bent Italiaanse, neem ik aan? Inderdaad, monsieur. Maar een Italiaanse die veel in het buitenland is. In uw land bijvoorbeeld kom ik heel veel. Parijs is een boeiende stad. Wilt u deze Romeinse wijnen keuren, monsieur? Schaduw. Ja, mooi licht wijntje. Een heel licht wijntje, signora. En hem.
niet kwaad. Lang niet kwaad, nee. Buiten de gasten die u hier aantreft, zult u in onze villa dit weekend nog enkele andere gasten ontmoeten, meneer Cartier. In de eerste plaats signora Flavia Quintilli, de tweelingzuster van signora Angela, die getrouwd is met signor Cesare Quintilli. Een man waarvan ik alleen maar zeggen kan... Doe geen moeite, Michael. Je mag Cesare niet, laten we eerlijk zijn. Er zijn er wel meer die hem niet mogen. In onze villa is ook dokter Renato de Romanis. Een broer van signora Angela en uiteraard ook van signora Flavia dit weekend onze gast. En dan tenslotte Aldo Escagni. Wat is hij ook weer, signor Everdeen? Notaris of kandidaat-notaris. In ieder geval een goede vriend van Henk en van mij. En ik hoop ook van u, signora Olga. Ongetwijfeld, Haro. Hij heeft heel veel bewondering voor Michaels werk. Oh, een groot en interessant gezelschap. Des te meer vlijt mij uw uitnodiging, signora en signor... Olga en Michael. Olga en Michael. Dan mag ik u dan toedrinken met dit glas lichte, maar... voortreffelijke wijn. Op uw gezondheid. Nou, er is nog meer, Henk. Zal ik even bijschenken? Ja. Je kunt van Michael in ieder geval niet zeggen dat hij zijn gast op een droogje laat zitten. Italiaanse drankjes zijn prima. Maar ja, dat zul jij na 4 jaar wel in de gaten hebben. Is er iets? Het is erdoor met Angela. Maar ik had wel harde noten te kraken. Oh, zo. Is dat alles wat je daarop te zeggen hebt? Hoezo alles? Ach, ik had van jou wat spontane reacties verwacht. Proficiat, kerel, dat doet me heel veel genoegen. Ik ben blij voor jou en ook voor je aanstaande bruid. Waar is ze? Naar de kamer. Zeg, deze mededeling is voorlopig alleen voor jou bestemd. En voor Nicoletta natuurlijk. Natuurlijk. Je zei dat je harde noten te kraken hebt gehad? Jij kent de opvattingen hier even goed als ik. Angela schijnt alles op het punt van trouwen te hebben gestaan. Met een zekere Cesare Quintilli. Later is hij met onze zuster Flavia getrouwd. Quintilli is schoft. Reuze schoft, inderdaad. Ik heb tabak van hem. En een hele slechte. Ja, Italiaanse tabak, imperiale. Hé. Kijk eens wie daar loopt. Quintilli? En Nicoletta? Nou, dat is toch wel een... Hou je nou kalm, Haro. Ze gaan die kant op. Welterusten! Signor Quintilli? Hij doet net of hij niks hoort. Ik mag die vent niet. Ik vond het ook heel vervelend. Ik was met Olga en Michaël aan het wandelen in de tuin. Ja. We ontmoetten Quintilli en hij wist het zo te draaien dat we op pad kwamen te lopen. Eén vraag, Nicoletta. Maakt hij het je lastig? Och, lastig. Nou, er schijnt oneenigheid te zijn. Stil eens even. Nee, niet luisteren. We hebben er niets mee te maken. Laten we het over iets anders hebben, jongens. Het is hier heerlijk, vinden jullie ook niet? Wat zijn de plannen voor morgen? Zegt Niek. Ja? Was er zo even al iets tussen Michael en Quintilli? Ze mogen elkaar niet. Ze deden ook al zo stijfjes bij de ontmoeting. Olga probeerde de situatie nog een beetje te redden, maar ik geloof dat zij hem ook haat. Waarom hebben ze hem dan eigenlijk uitgenodigd? Quintilli is de man van Flavia en Flavia is een zuster van Renato en Angela. Ja. Angela en Olga zijn goede vriendinnen, dat weet ik toevallig. Ach, zeg nou wat we het er toch over hebben. Ik heb het al aan Haro verteld. Het is erdoor met Angela en mij. Nou, pas. Ik dacht dat het al lang zo was. Zeg, ik wil eigenlijk wel gaan slapen. Het is al laat. Drinken we eerst nog wat? Nee, liever niet. Goed. Ik ben moe. Angela is al naar jullie kamer. Zeg, Renato. Ga jij naar Napels? Ik moet in het ziekenhuis zijn, ja. Wil je meerijden? Graag, ik moet naar de bank. Nou goed, ga dan mee. Maar op één voorwaarde dat jij rijdt. Ik heb een inspannende morgen voor de boel. Moeilijke operatie. Nou, is best. Maar kalm aan, hè. De wagen heeft amper 3000 kilometer gelopen. Oh, ik heb geen haast. Thank you.
weekend. Ja. Ja. Heel leuk. Blijkbaar is het ons allemaal heel goed bevallen. Er is iemand weggegaan. Het is inmiddels maandagmorgen. Niemand schijnt plannen te maken voor vertrek. Ja, Olga en Miguel zijn gastvrij. Ze hebben ons met nadruk gevraagd om nog wat te blijven. Ja, dan kun je moeilijk weigeren. Jij blijft dus min of meer tegen je zin. Oh, nee. Verre van dat. En toch heb ik het gevoel... Wat voor gevoel? Dat Olga en Miguel graag mensen om zich heen hebben. Beetje bang voor de eenzaamheid, bedoel je? Die Quintili. Ja, mijn zwager. Hm. Mag je hem niet? Nou, eerlijk gezegd, nee. En ik heb het gevoel dat hij en Miguel het bijzonder slecht met elkaar kunnen vinden. Ze hebben een paar keer ruzie gehad dit weekend. Toch hebben Olga en Miguel Quintili uitgenodigd. Ja, om Flavia natuurlijk. Ach, laten we ons maar niet te verdiepen. Ten slotte zijn het onze zaken niet. Nee, dat is zo. Zeg, Renato, als we niet harder dan 70 kilometer mogen rijden... kunnen we beter de kortere weg door de bergen nemen. Die is maar 120 kilometer. Veel korter dan langs de kust. Nee, dat scheelt niets. Niets? Oh, minstens 40 kilometer. Dat is onzin. Nou, wedden? Ja, wedden. Nou, de kilometerteller springt net op 32,22. Bij aankomst in Napels moet je dus volgens mij op 33,42 staan. We zullen zien. Nou, schaduw, en hij stond op 33,42. Merkwaardig. Ja, als we de kustweg genomen hadden, zou die teller zeker 40 hoger hebben gestaan. Tje. Het is al 7 uur. Wie zijn er thuis? Alleen de kanarievogel en de dove huishoudster. Ja, Miguel en Olga zijn nog niet terug uit Rome. Henk en Angela zijn met de zeilboot naar Salerno... en ik meen dat Flavia en onze vriend Quintilis zijn meegegaan. Nicolette ook? Ja, Nicolette ook. Hmm. En Aldo, onze notarisvriend, is al vroeg de bergen ingetrokken. En ik heb urenlange wandelingen gemaakt. Een half uur geleden kwam ik thuis. De villa ligt uitgestorven. Nou, dat waren de haro zijn de informatie. Schaduw. Wat is dat? De dove huishoudster. Haar gil voorspelt weinig goeds, vrees ik. Ze moet hier dichtbij zijn. In de kamer van Quintilli? In de kamer van Quintilli. Kom, over het balkon, kom. Oh. Ja, kom. Waarom is bij dit weer die deur ook dicht? Ja, wacht maar even. Oh, oh. Ja. Schaduw! Schaduw! Kijk, daar is... Vriend Quintilli... Ja. Dood. Wat? Daar is geen twijfel aan. Maar hoe is dat mogelijk? Hij was gaan zeilen met Henk en... Dit is moordschaduw. Hier is hij geraakt. Precies bij zijn slaap. Oh, en daar ligt het pistool. Oh, alle mensen. Wat? Nee, niets. Kijk, daar is de huls. Zou die zijn? Waar is de huishoudster? Gevlucht met de buren, denk ik. Maar je denkt toch niet dat hoe zij... Hoe bereiken we Olga en Mikael? Dat weet ik niet. Ze kunnen elk ogenblik thuiskomen. Mm-hmm. Nou, maar wat doen we? Merkwaardig, die doos gebak daar en die fles. Gezellig samen zijn? Ja, dat lijkt wel zo. We zullen in elk geval de politie moeten waarschuwen. De zaak gaat ons feitelijk niet aan. Nou, de politie. Daar zouden vrienden bij betrokken kunnen zijn. Of bij betrokken kunnen worden... Henk en ik zijn vreemdelingen. De eerste verdenking gaat naar ons uit. Mm-hmm. Hij is dood, maar nog niet lang. Nee. Hoe laat kom jij thuis, Haro? Tegen 5. Ik weet het zo precies omdat ik altijd op mijn horloge kijk als ik aan het werk ga. Het is een rare gewoonte, maar het is een gewoonte. Nou, het was 4:15 toen ik de kap van mijn schrijfmachine afnam. Ik heb niks gehoord, hoor, als je dat bedoelt. Zou het geen zelfmoord kunnen zijn? Ja, dat is a priori niet uitgesloten, maar het is toch wel, dacht ik, onwaarschijnlijk. Want die schotwond zit namelijk links. Ja, en het wapen ligt ook links. Ja. En als het je interesseert, Quintilli was links. Merkwaardig. Maar als dit geval ten slotte een moord blijkt, een moord die moet lijken op een zelfmoord, dan staat vast dat de moordenaar van die bijzonderheid op de hoogte moet zijn geweest. Tjonge, jongen, wat slim. Ja, ja.
Mag ik vragen wat je zoekt? De steen der stommelingen. Ga eens een eindje opzij, zeg je. Stappen precies. Schaduw! Schaduw. Dat is ontzettend. Wat? Kijk! Flavia. Nee, kom maar niet aan. Flavia. Ze is dood. Tussen het bed en de muur in. Geen wonder dat we haar niet direct zagen. Maar dit is in elk geval geen zelfmoord. Ze is... Ja. Recht in het hart geschoten. Oh, ontzettend. Schaduw, welk drama heeft zich hier afgespeeld terwijl er niemand thuis was? En behalve dan die dove huishoudster. Waar is dat mens? We zullen direct gaan kijken. Haro, jij zei dat er niemand thuis was, maar... Nee, nou, wat wil je zeggen? Quintilli en Flavia waren ook niet thuis. Toch zijn ze in hun kamer vermoord, terwijl er niemand thuis was. Ja? Toch is er een moordenaar. En toch zijn er twee slachtoffers. Of twee moordenaars. Of een moordenaar is. Nou, wat doen we? Bel jij de politie of ik? Jongen, twee moorden. Ja, aangenomen dat we niet meer lugubere ontdekkingen in deze kamer doen. Misschien kan ik Olga en Michael tegemoet rijden om ze voor te bereiden op deze ontzettende geschiedenis. Ja, die... Haro, die Quintilli. Was dat een goed schutter? Ja, een van de beste van onze kring. En dat wil wat zeggen. Ja, wij schieten hier nog eens. Denk jij dat hij... Kijk jij nou eens met wat een mooi pistool er geschoten is. Daar ligt het. Ja. In ieder geval... Voorzichtig met dat ding. Denk aan de vingerafdruk. Alsjeblieft. Zo. Dat is merkwaardig, hè? Wat dan? Zwaar kaliber. 7.65. Hey. Russisch werk. Ja, Russisch. Naar dat rare spiegelschrift van dat fabrieksmerk te oordelen. En wat? Laat het zien. Hier, kijk. Wees voorzichtig. Russisch? Het kan ook Tsjechisch of Joegoslavisch zijn. Nee. Het is Russisch. En dat betekent dat hij tot de inboedel van dit huis hoort. Nou ja, Michael komt uit Rusland, ja. Maar hij is er in geen 30 jaar geweest. Olga ook niet. Moment. Dat horloge van Flavia is kapot. Huh? Dat zie je zelf. En het staat op 3:03. Dus op dat uur moet ze gedood zijn. Ja, wacht even. Tenzij er iemand anders met de klokjes bezig geweest. Dezelfde misschien die ons wil laten geloven dat Quintilli zelfmoord gepleegd heeft na eerst een vrouw te hebben gedood. En vreemd, die doos met gebak hier, ik begrijp er niks van. Ga jij Mikkel maar tegemoet, dan ben ik de politie. Ja, dat is goed. Er is je telefoon op de kamer. Alarmnummer van de politie. Bijzonder tragisch. Ja. Ja, met Villa Riposo. Is dat adres u bekend? Dat is dan prachtig. Ja, komt u maar gauw hierheen, er is wat aan de hand. Aan de hand. Ja. Dubbele moord. Wat? Goeie man, ik spreek toch geen oud Galdeus wel? Als ik zeg moord, dan bedoel ik geen spaghetti als Hugo. Zal maar direct komen. Ja, jullie zien het wel, ja. Ah, voilà. Carrier, Sûreté Nationale en Interpol. Ja. Rare zaak. Er klopt iets niet. Onthoud dat maar vast. Er klopt iets niet. U hebt geluisterd naar het eerste deel van Er klopt iets niet. Een detectivehoorspel in 4 delen naar het gelijknamige boek van Havank in de bewerking van Pieter Terpstra. De rolverdeling was als volgt. Hoofdinspecteur Charles Callier, de schaduw, Jan Borkes.
Haro Aberdeen, Hans Veerman. Nicoletta Trajani, Corrie van der Linden. Mikael Kojevnikov, Frans Somers. Olga, zijn vrouw, Willy Bril. Henk Verstraten, Paul van der Lek. Angela de Romanis, Joke Hagelen. Dr. Renato de Romanis, haar broer, chirurg, Paul Deen. De regie had Wim Paul. Er klopt iets niet. Een detective-hoorspel in vier delen naar het gelijknamige boek van Havank in de bewerking van Pieter Terpstra. Regie Wim Paul. Vandaag hoort u het tweede deel. De schaduw en de alibis. Nicoletta. Het is afschuwelijk. Die arme Flavia. Ja, arme Flavia. Inderdaad. Wat heb je? Je zegt het zo vreemd. Het lijkt wel of je er onverschillig... Nee, niet onverschillig. Ik weet niet. Maar je zegt het zo effe. Of je er niets van aantrekt. Niets van aantrekt, zei je? Als je die indruk hebt, is er schijn tegen mij. Hey, maar mijn gevoelens zijn nogal gemengd, weet je. Van de aftocht van de heer Quintilli ben ik bepaald niet ondersteboven. Maar, Flavia. Je weet dat ik erg op haar gesteld was. Ja. Waar is Henk? De tuin ingegaan met Angela. Zodra Angela het van de schaduw gehoord had. Maar wie, Haro? Wie kan het gedaan hebben? Ja, wie? Als Quintilli nog leefde, zou ik hem ervan verdenken. Apropos, Niek, jij bent nogal goed ingelicht. Hoe groot was haar bruidschat? Oh, jullie mannen. Hoe kun je zo hard, zo ongevoelig zijn? Hoe kun je zulke nuchtere vragen stellen terwijl een boom... Weet je nou niet op, Niek, alsjeblieft. Er is helemaal geen reden voor. Ik heb te veel Brits bloed in me om van mijn ontroering een goedkope voorstelling te maken. En wat de chapiter nuchtere vragen betreft, carissima mia, ik vrees dat we deze dagen nog trossen te beantwoorden zullen krijgen. Nou, wat heeft om te beginnen de schaduw jou gevraagd? Hij wou precies weten hoe ik de middag had doorgebracht. En? Ik heb hem gezegd dat Henk ons met de laboet naar Salerno heeft gezet. Wie zijn die ons? Nou, Henk, Angela, Flavia, Quintilli en ik. Hé. Hey. Quintilli, Angela en ik gingen in Salerno van boord. Henk zou ons om 6:00 weer in de haven oppikken. Henk ging dus niet in Salerno van boord? Nee, hij is direct weer uitgevaren. En Flavia? Flavia is met Henk aan boord gebleven. Quintilli zei dat hij naar Rome moest. En dat hij zich met een auto naar Napels zou laten brengen. Om daar dan de trein te nemen. En heb je hem een auto zien nemen? Nee. Nee. Op de kade zijn we uit elkaar gegaan. Wie? Wie? Quintilli, Angela en ik. Goed, jullie waren dus met z'n drieën? Ja. En dan gingen jullie elk een verschillende kant uit? Nee. Nee, Angela ging met Quintilli naar een garage. Tenminste, dat veronderstel ik. Ik ging mijn eigen weg. Waar ging je heen? Oh, eerst naar een kapper. En toen uit verveling naar een bioscoop. Tegen 6:00 was ik weer in de haven. Angela stond er al. Nou, een kwartiertje later kwam Henk met het jachtje binnen. Maar je ondervraagt me als een rechter. Waarom, Haro? Het is belangrijk, Niek. Hoe laat waren jullie in Salerno? Ja, dat heeft de schaduw me ook al gevraagd. Dat weet ik niet. Ik heb er niet op gelet. Ja, goed, dat begrijp ik. En wat ging Angela in Salerno doen? Ze wilde daar een vriendin op zoeken. Zijn Olga en Miguel nog niet terug? En Aldo Escanje? Olga en Michael, nee. Aldo kwam terug toen jij boven was. Ik was niet boven. Ik heb Renato's auto in de garage gezet. Nee, Renato was helemaal in de war. Ach ja. Hij was erg op zijn zuster gesteld. Is dus? We hebben de politie.
Tjonge, jongen. Een man of zes wel. De schaduw is er ook bij. Die lange. Is dat de baas? Die hier naast de schaduw loopt? Ja. Nou, dat moet de pretoren van Amalfi zijn. U zult bij de Sûreté wel dagelijks met zulke dingen te maken hebben. Bij ons is het een uitzondering. Bij de Sûreté niet, maar nu ben ik met vakantie. Toch vermoed ik dat u hier op eigen gelegenheid al aan het onderzoeken bent geweest. Wie ontdekte de moord? De huishoudster. Ze is doof als een kwartel, maar blijkbaar heeft ze goede ogen. Waar is ze? Ze is in paniek naar de buren gerend en daar is ze ineengestort. De dokter is er naartoe. Hij is eerst bij de slachtoffers geweest en heeft de dood geconstateerd. Maar wat de man betreft lijkt het op zelfmoord. Als hij tenminste links is. Of was. Hij was links, namen mij verzekerde. Ah, dus... Dus, zei u? Dus moord gevolgd door zelfmoord? Desmond, politie. Ik wil u spreken. We moeten er niet van vertoning maken. Voilà, 9 uur op een paar minuten na. De heer des huizes is gearriveerd, hoor ik. Baron Koyevnikov? Baron? Ja, tenminste, iedereen noemt hem hier zo. Het wemelt hier namelijk van de prinsen, hertogen, graven, markiezen en... rolluiken. U staat ervoor in, hoofdinspecteur, dat alles nog in dezelfde staat is waarin het was toen de moordenaar de kamer verliet. Ik sta ervoor in dat alles nog in dezelfde toestand is als toen ik deze kamer betrad op 1 ding na. En dat is? Wel, toen monsieur Harold Aberdeen en ik de kamer binnenkwamen, stond er een doos met gebak op tafel. En die doos met gebak is nu verdwenen. Plotseling helemaal verdwenen. Met onze Flavia is een lieve vriendin heen gegaan. Het is afschuwelijk. Ik kan het nog steeds niet geloven. Nou, als het gebeurde, hoe boel het ook is, is nuchter bekijken. De kwestie is dat de politie hier niet erg ervaren in dit soort zaken is. Het is zonder meer duidelijk dat er in onze kring het eerst wordt gezocht. 4 van ons zijn buitenlanders. De eerste verdenking gaat naar ons uit. Wat een onzin. Maar dat nog daar gelaten. Het zou in elk geval aangenamer zijn als... Nou ja, schaduw, als jij de zaak in onderzoek zou willen nemen. Eh bien, op bepaalde voorwaarden ben ik daartoe bereid. En die zijn? Nou, ten eerste, als ik het onderzoek op me neem, dan alleen als particulier detective. Ja. Het tweede zal ik de Italiaanse politie moeten inlichten of in kennis moeten stellen van mogelijke ontdekkingen die haar mochten zijn ontgaan. En ten derde verlang ik van monsieur Henk Verstraeten en van monsieur H.O. Aberdeen de verklaring dat ze bereid zijn mij bij mijn onderzoek behulpzaam te zijn. Waarom niet, als je erop staat? Ik sta er inderdaad op, beste kerel. Zo, en nou moet jullie me excuseren. Ik heb de pretoren beloofd dat we nog wat zullen babbelen. Jullie kunnen rustig in de bibliotheek gaan zitten als je wil. Uitstekend. Te maken, signor, heb ik aantekeningen waar de verschillende mensen uit dit huis vandaag zijn geweest. Dat is prachtig. Ja. Het zijn globale gegevens, maar misschien brengen ze ons iets verder. Ik ben zeer benieuwd. Wel, om te beginnen, de gastheer en zijn vrouw, dus Mikhail en Olga Koyevnikov, die zijn om 6 uur per auto naar Napels gegaan. Daar hebben ze de trein naar Rome genomen. In Rome is Mikhail naar de bank en Olga naar de kapster gegaan. Daarna met trein en auto terug. En tegen 9 waren ze hier weer op de villa. Nou, dat lijkt de grondslag voor een betrouwbaar alibi. En nu krijgen we het gezelschap van de zeilboot, de Laboet. Henk Verstraeten, u weet wel, die Nederlander. Ja. Henk Verstraeten is om 11:30 vertrokken met aan boord Quintilli, Flavia, Angela en Nicoletta. Ze waren om ongeveer 1:15 in Salerno. En daar zijn Quintilli, Angela en Nicoletta van boord gegaan. Verstraeten zeilde met Flavia terug. Hé. Hey.
Dat is interessant, hè? Ja, en om 3:15 is Flavia in de haven van Amalfi van boord gegaan. Hij is direct weer uitgevaren. Hij was om 17:15 in Salerno. Daar zit veel tijd tussen. Hoe heeft hij die tijd doorgebracht? Ja, wat rondgezeild, zegt hij. Rondgezeild, ja. In Salerno zijn Angela en Nicolata weer aan boord gegaan. Om 8:00, 8:00 juist, waren ze 3:00 hier in het haventje bij de villa. En wat hebben die beide dames tussen 17:15 en 17:45 gedaan? Je bedoelt Angela en Nicoletta? Wel, Angela zou in Salerno een vriendin bezoeken, maar die was niet thuis. Dat is jammer. Toen heeft ze wat gegeten, ze is planten gaan zoeken. Inderdaad, ze kwam thuis met een heel assortiment. En dan Nicoletta is naar de kapper gegaan en ze is naar de bioscoop geweest. En die meneer die zich steeds zo druk om deze zaak maakt? Wie? Haro Aberdeen. Ja. Juist. Ja, ja. Aberdeen. Nou, hij is met dokter Renato de Romanis naar Napels gereden. Renato lunchte met een professor. Hij was vanaf 2:30 bij een operatie in een ziekenhuis. Operatie was afgelopen om 18:00. En om 20:00 was hij weer in de villa. Onze vriend Haro heeft in Napels rondgezworven. Hij is met een bus naar Amalfi gegaan. Hij is daar om 3:00 aangekomen. Hij heeft er wat foto's gemaakt, reisde daarna naar de villa terug. Was hier om 17:00 en ging toen aan zijn werk. Hij was bij u toen de huishoudster het drama ontdekte? Ja, inderdaad, ja. En dan hebben we nog onze notaris, meneer Aldo Escagni. En Aldo Escagni is om 19:00 s'morgens vertrokken. 19:00, juist. Hij heeft gejaagd. Ja, maar was dat toen hij om 19:30 thuis kwam, bitter weinig in zijn wijdtas, om eerlijk te zijn. Er was dus de hele dag niemand thuis. Zelfs de beide slachtoffers niet. De huishoudster was wel thuis. En ik, eerlijk gezegd, ik was er ook, ja. Hoe hebt u de dag doorgebracht? Gewandeld, urenlang. Geef toe, het is een slecht alibi, maar ja. Het is geaccepteerd. Maar hoe zijn Quintilli en zijn vrouw thuisgekomen? Quintilli is dus in Salerno van boord gegaan. Hij zei dat hij zou doorreizen naar Rome. Hij wilde in een garage een auto huren om naar Napels te rijden. En daar zou hij dan de trein naar Rome nemen. Daar is dan waarschijnlijk niets van terecht gekomen. Dat zullen we moeten uitzoeken. En nu wat betreft Flavia. Ja, heer. Zij ging volgens meneer Verstraten om 15:30 in de haven van Amalfi van boord. Zij moet dus rechtstreeks naar de villa zijn gegaan, want daar is ze 30 minuten later vermoord. Ja. Had ze misschien een afspraak? Ja, daar heb ik ook al aan gedacht, ja. Volgens Verstraten heeft ze daar niets van gezegd, maar ze maakte wel een heel zenuwachtige indruk. Misschien voelde ze het noodlot naderbij komen? Ja, misschien. Maar toch klopt er iets niet. Hoe haalt hij het in zijn hoofd, die halvergaren? Wie bedoel je, Michael? Die politieman, die pretore. Hij ondervraagt me alsof ik bij hem op het bureau zit, in plaats van in mijn eigen huis. Vragen die kan toch wel raken. Ik ben de verdachte niet. Geen greintje respect, die vent. Ben je bij hem vandaag gelopen? Ja. En als hij me nog eens wil spreken, dan zullen zijn politieagenten me naar hem toe moeten slepen. De politie heeft de plicht te doen. Maar op wat voor manier? Ja, verhoren zijn nu helemaal niet te vermijden. Alles goed en wel. Maar wat weet ik ervan? Weet ik wie het in zijn hoofd heeft gehaald om hier in mijn eigen huis zijn bloeddorst bot te vieren? Ik begrijp het allemaal. En wat Olga en jou betreft is het wel een geluk dat jullie op het uur van de moord in Rome waren. Ja, natuurlijk. Aan de andere kant, als ik hier geweest was... Kende jij Quintilli al lang? 1 jaar of 3. Vreemde snuiter overigens. Hoezo? Zal ik dat nou uitleggen? Beetje een scharrelaar. Meester in de rechten. Advocaat was zijn beroep. Maar je had altijd alle mogelijke andere baantjes. Juist. Mm-hmm. Ik meen te weten dat hij nogal eens als bemiddelaar optrad tussen jou en verschillende buitenlandse kunsthandelaren. Dieven. Moordenaars. Maar Quintilli wist altijd een schappelijke prijs te bedingen. Mm-hmm. Nooit oneenigheid met hem gehad, zakelijk of anderszins. Nee. Werkelijk niet. Ook de laatste dagen niet, ook... Zaterdag niet. Wat heb jij? Ik stel alleen maar vragen. En dan kun je beantwoorden of niet. Dat is helemaal jouw zaak. Ik meende dat Olga en jij daarbij instemden toen Haro Aberdeen me vroeg een onderzoek in te stellen. De vragen die ik je stel zul je moeten beantwoorden, goedschiks of kwaadschiks. Dat staat nog te bezien. Ik laat me niet dwingen door niemand.
Gesteld dat de pretore je deze vraag voorlegt. Hebt u onlangs met Quintilie ruzie gehad? Wat zou jij dan antwoorden? Waar doe jij op? Begrijp je dat niet? Nee. Goed. Dan zal ik duidelijker zijn. Ik heb zondag namelijk herhaaldelijk gemerkt dat er een gespannen verhouding was tussen Olga, Quintilie en jou. In elk geval een heel andere dan zaterdag. En daarom zei ik af dat er zaterdagavond iets voorgevallen moet zijn. Dat is roddelpraat. Dat had ik van Henk en Haro niet verwacht. Wat hebben Haro en Henk ermee te maken? Niks. We zijn het er dus over eens dat jij met Quintilie oneenigheid hebt gehad. Waarover? Ik laat me niet uithoren. En ik zal niet aandringen. Jammer dat je van plan bent het onderzoek te bemoeilijken. Nou, mag ik je dan nog één vraag stellen? Wat deed je de maandag? Dat heb je me al eerder gevraagd. Denk je mij op leugens te betrappen? Nee, maar iemand vertelt nooit twee keer precies hetzelfde. Misschien had je de tweede keer een bijzonderheid gezegd die van belang kon zijn voor het nagaan van je alibi. Jij gaat dus mijn alibi natrekken. Dat van jou en van de anderen. En daar wilde ik morgenochtend vroeg mee beginnen. En waarheen voert die weg? Naar Napels, naar de Michel en naar Rome. Nu hebben we dus het officio van de hogere Napolitaanse politieautoriteiten. Blijf je lang weg? Nee, beste Aldo, nee. Ik geef alleen deze brief af. Het is geen persoonlijk bezoek, want dat kost tijd, nietwaar? En ik ben heel benieuwd naar de waterdichtheid van een paar alibis. Tot zo, mijn vrienden. Ik zou graag willen weten, Haro. Ja? Zonder onbescheidenheid als vrienden, Haro. Wat is jouw positie in deze ellendige geschiedenis? Waarschijnlijk die van verdachte. Verdachte? Jij? Ja, ik. Jij weet het niet, maar er is zo het een en ander dat de politie meent tegen mij te kunnen aanvoeren. Ik was thuis, in mijn kamer, op nog geen 20 meter van de plek waar de moord is gepleegd. En bovendien was ik in Amalfi, toen Verstraten daar Flavia aan wal zette. Uh-huh. En ten derde bezit ik een pistool dat ik destijds in Rusland heb gekocht. En de moord schijnt ook met een Russisch wapen gepleegd te zijn. Ja, maar wat zegt dat nou allemaal nog? Ja, ongelukkige samenloop van omstandigheden. Welke reden zou ik kunnen hebben om Quintilie en Flavia te vermoorden? De schaduw maakt blijkbaar ernst met het natrekken van de alibis. Ja, maar jij staat er wat dat betreft beter voor dan ik. Een betrouwbare notaris die de hele dag op jacht is in de bossen. Op zijn eentje en dus moeilijk te controleren. Voilà. Oh, daar komt de schaduw. Zo. Vlug, niet? Ja. En nu naar het station? Ja, eerst naar het station. Dan stap ik daaruit, want ik moet van het huis van Quintilie de paparazzen nazien. Wat doe jij, Haro? De schaduw helpen. Ik heb niks beters te doen. U bent dus de beambte die ik gisteren heb gebeld over die spoorkaartjes? Ah, inspecteur Caudier. Ja. Ik heb alles nagezocht en ik geloof dat ik u helpen kan. Mooi. Is dit uw collega? Ja, dit is monsieur Haro Aberdeen, een vriend en assistent. Zeer vereerd. Hoe maakt u het? Kijk, heren. Er zijn maandagmorgen 27 biljetten eerste klas Rome afgegeven. Daarbij zijn er 6 tegen vol tarief. Mm-hmm. En 2 daarvan hebben opeenvolgende nummers. Kijk. Dit zijn ze. Ja, dus even kijken naar de tangmerken. Heenreis? Ja, heenreis, toegang tot het perron in Napels. En controle in de trein, ja. Terugreis, toegang tot het perron in Rome. En ook controle in de trein, ja. Kijk, nou, de merken voor de heenreis komen op de kaartjes overeen. Maar die van de terugreis verschillen, ja. Ja. Nou, en dus hebben Olga en Michael de terugreis gescheiden afgelegd. Ja. Luister eens, hebt u, zoals ik u per telefoon gevraagd heb, kunnen nagaan van welke controleurs de merken afkomstig zijn en in welke trein ze werden aangebracht? Ten dele, inspecteur. Een van de merken is zonder twijfel aangebracht in de speciale trein die om 12:04 uit Rome vertrekt en om 14:24 in Napels aankomt. Juist, tot zover is ons dat allemaal wel duidelijk. Wij kunnen die kaartjes neem ik aan wel meenemen. Natuurlijk, heer. Nou, bedankt tot zover. Bonjour. Bonjour. Goedemiddag.
Wel, dit zijn belangrijke feiten, Haro. Ja, ja. Maar één van beiden. Olga of Mikael was tegen 2:30 in Napels terug. Ben jij ervan overtuigd dat Mikael en Olga eerst reizen? Absoluut. Nou, ja. 2:30 in Napels. Van Napels naar de villa is 120 kilometer, hè? Die moord gebeurde 3 minuten over 4. Ja, wat de afstand betreft kan het. Tenzij je met het polshorloge van Flavia geknoeid is. In dat geval had ik de moordenaar haast tegen het lijf moeten lopen. Want ik kwam kort voor 5 thuis. Bovendien kwam Mikael de wagen pas om 7 uur terughalen. Zijn er deze stad veel wagens duur? Tja. Ja. Waarom logen Olga en Mikael? Geluisterd naar het tweede deel van Er klopt iets niet. Een detectivehoorspel in 4 delen naar het gelijknamige boek van Havank in de bewerking van Pieter Terpstra. De rolverdeling was als volgt. Hoofdinspecteur Charles Calier, de schaduw, Jan Borkes. Nicoletta Trajani, Corrie van der Linden. Haro Aberdeen, Hans Veerman. Pretore, commissaris van politie, Anton Kuil. Mikael Kojevnikov, Frans Somers. Aldo Escanji, notaris Hans Karsenbarg en spoorwegbeamte Tony Folletta. De regie had Wim Pauw. Er klopt iets niet. Een detectivehoorspel in 4 delen naar het gelijknamige boek van Havank in de bewerking van Pieter Terpstra. Regie Wim Pauw. Vandaag hoort u het 3e deel. Wie is de wrekende gerechtigheid? Gaat u zitten, hoofdinspecteur. Merci, professor. Meneer Aberdeen, wilt u hier plaatsnemen? Ja, natuurlijk. U komt van Villa Riposo, ja. Van dokter Renato. Wat een ramp. Inderdaad, ja. Ik las het vanmorgen in de Messaggero. Ik wist dat Renato daar logeerde. Ja. Ja, het is ontzettend, professor. Ja, ja, ja. U kent de familie, geloof ik, goed. Ik heb Renato onmiddellijk opgebeld om hem te condoleren met de dood van zijn zuster. Arme Flavia. Ik mocht haar graag. Afschuwelijk dat ze zo aan haar eind moest komen. Een sterke, jonge vrouw. Aberdeen is uw naam? Inderdaad, professor. Ik heb over u gehoord. U bent een collega van... die buitenlandse namen. Signor Verstraeten, of zoiets? Verstraeten, professor. Ah, juist, Verstraeten. Hollandezen, meen ik. We zijn ambtgenoten en lotgenoten. Journalisten. U bent goed ingelicht. Als je de familie de Romanis zo goed kent als ik. Ik heb de tweeling, om zo te zeggen, geboren zien worden. Arme kleine Flavia. Ik wil u vragen, professor. Is dokter Renato de Romanis maandag de hele middag hier geweest? Inderdaad. Wij hebben eerst samen geluncht. Om 2:30 waren we in het ziekenhuis. Een kort bezoek aan de patiënt. Juist, ja, ja. Tegen 3:00 stonden we in de operatiezaal. Een nier weggenomen. Het duurde lang. Het moet zeker 6:00 geweest zijn. 6:30 wellicht, eer alles achter de rug was. Renato en ik hebben nog 30 minuten zitten napraten. Prachtig, dat is tenminste alweer een vast punt. Elk vast punt is winst. Ah, u volgt een soort van eliminatiesysteem. Alibis controleren. 12 verdachten. 11 kunnen het onmogelijk gedaan hebben. Dus moet 12 de schuldige zijn. Oh, zoiets, ja.
Hoe het ook zij, behalve ik zijn er zeker nog 10 anderen die kunnen verklaren dat dokter Renato de Romanus gisteren... Dat is niet nodig, professor. Dank u zeer. Is in orde zo. Tot ziens, professor. U gaat weg? Succes met uw onderzoek. Hoeveel verdachten hebt u nu nog? Nog 7. We gaan nu zeker eerst naar het huis van Quintilly. Dat gaan we, ja. De weg voert naar Rome. Nou, hoe het met de financiële toestand van meneer Quintilly was, daar zullen we nog wel eens achterkomen. Maar hij woonde in elk geval tamelijk eenvoudig. Ja. In een omgeving die niet helemaal passend was voor een vrouw als Flavia. Oh, hallo, zijn jullie daar? Kom binnen. Bonjour, hallo. Bonjour. En? Al wat gevorderd met de werkzaamheden? Dat gaat wel, ja. Wat hebben jullie zoal in Napels beleefd? Alibi-onderzoek. Op het mijne geeft de Lombard nog steeds geen cent. In ieder geval weten we dat Renato op het ogenblik van de moord in de operatiezaal in Napels moet zijn geweest. Ga hier binnen. Dank je. Wat een prachtig portret is dat van Flavia. Zo jong. En ze ziet er zo stralend uit. Luguber in dit huis. Hoe eerder we hier vandaan zijn, hoe liever het me is. Heb jij nog iets bijzonders gevonden, Aldo? Grotendeels bevestiging van vermoedens. Kort voor zijn huwelijk liep het nadelige saldo van de heer Quintilly in de 100.000 lires. En dus betekent het huwelijk met Flavia voor hem een ware redding? Zeg liever dat zijn huwelijk met Flavia's bruidschat hem redde van een bankroet. Hoe groot was die bruidschat? 5 miljoen lire. Zo. Uit de papieren is me gebleken dat het contante deel daarvan is gebruikt om een behoorlijk aantal rekeningen en schulden af te betalen en dat de waardepapieren voor een deel beleend zijn. En daarmee, naar ik vrees, naar de zeer barbiesjes. Misschien interesseert deze briefje. Ja? Hij is door Renato geschreven aan de heer Quintilly. In verband met mij ter oren gekomen geruchten eis ik van nu een nauwkeurige uiteenzetting omtrent de stand van het vermogen van mijn zuster Flavia. In de tweede plaats wens ik te vernemen in hoeverre zekere aantijgingen mijn zuster Angela betreffend op waarheid berusten. Dat is kras. Kras? Nee, ik bedoel niet die brief. En wat bedoel je dan? Dat beeld? Ja, net wat je zegt. Dat beeld. Ja, wat stelt het voor eigenlijk? De 3 gratiën? En zoiets, maar het vreemde is dat ik 2 van die gratiën herken van werk dat ik in het atelier van Michael heb gezien. En dit is geen werk van Michael? Nou, misschien moet het ervoor doorgaan, maar het is niet van Michael. En toch staat een signatuur eronder. Dat is merkwaardig. Hoogst merkwaardig. Boven de signatuur staat een datum. Michael brengt inderdaad de datum aan op al zijn werk. Hier staat 14 juli van dit jaar. Dat kan niet. Waarom niet? Dat kun jij ook weten. Op 14 juli zat Michael op Capri. Samen met Olga, Angela, Henk en mij. Ja, dat is waar ook. Jullie zijn daar gebleven tot begin augustus. Ja, dit beeld is een vervalsing. En? Ik geloof dat wij aan hetzelfde denken, schaduw. Waarom denk jij? Aan die ruzie van zaterdag. Tussen Michael en Olga enerzijds en Quintilly anderzijds. Ik geloof dat wij iets belangrijks op het spoor zijn. Wat mij maar bezighoudt is of het in de bedoeling van de moordenaar lag Flavia en Quintilly allebei te treffen. Er zijn nog zoveel vragen. Deze bijvoorbeeld. Werd Flavia gedood toen ze tussen haar man en de moordenaar sprong? Oh, lijkt me kras. Was het de bedoeling van de moordenaar alleen Flavia te doden? Flavia, beste Aldo, lijkt mij de sleutel tot de oplossing. Ja, waarom? Je wilt toch niet zeggen... Oh, beweerde ik iets... Na het bezoek aan het huis van Quintilly heb ik nog een telefoongesprek gehad. Was het een interessant gesprek? Nou, het voerde een enigszins merkwaardig feit aan. Ik wilde er niet over beginnen toen Aldo er nog bij was. Waar ging het over? Nou, bij de autopsie op het lichaam van Quintilly is een nogal zeldzame kogel tevoorschijn gekomen. Zeg, niet één uit het pistool dat in de kamer lag? Nee, daar werd Flavia mee gedood. Die kogel uit het lichaam van Quintilly is nogal zwaar. De dokter was er zelfs verbaasd over dat er zulke kogels bestonden. Hoe groot was het kaliber dan wel? 9,3. Nooit van zo'n kaliber gehoord.
Jij wel? Ja, ik helaas wel, ja. Maar hoe komt zo'n wapen hier? Russisch? Nee, Zweeds. Zogenaamde elandengeweer. Nee. Ja, zo is het. Nou, we zijn er. Ah, wat is dat haventje van Amalfi hier mooi. Hè? Ja, prachtig. Nou, wat doen we? Laten we deze vriend hier meteen maar eens vragen. Hij hoort met deze boot, neem ik aan. Ja, dat is een bootje van de dienst op Capri. Ah, voilà. Bent u de kapitein van dit schip? Nee, de stuurman. Ah, ik ben van de politie. Buitenlandse. Franse. Het gaat om een kleinigheid. Hebt u wel eens gehoord van een jacht dat Laboet heet? Nou, en of. Ik heb er niet alleen van gehoord. Ik ken het van haven tot gracht. Het is van baron Kojevnikov, die buitenlander die op Villa Riposo woont. Maar er gaan ook vaak anderen mee op weg. Als ik me niet vergis, heb ik... Nee, je vergist je inderdaad niet, stuurman. Wie heb je er bijvoorbeeld de laatste tijd mee weg zien gaan? Nou, die Hollander bijvoorbeeld, die dokter... ja, die naam die kan ik nooit onthouden. Verstraten soms? Precies, dokter Verstraten. Maandag heb ik hem nog gezien. Maandagmiddag om precies te zijn. Ah, een heel aardig vrouwtje aan boord. Ze logeert geregeld op de villa, maar dat vrouwtje is aan land gegaan en de dokter is meteen weer uitgevaren. Mm-hmm. Hoe laat was dat? Weet u dat ook? 3:30. Hoe weet u dat zo precies? Omdat het dezelfde tijd was waarop wij vertrokken. Ja, we hadden nog gewed. Gewed? Wat was het dan voor een weddenschap? Nou, wie het eerst die uitloper naast het strand van de villa voorbij zou zijn. Zo, dus jullie voeren gezamenlijk in de richting van de villa? Ja, ja, we voeren samen op. Maar ja, de Laboet, onder vol tuigen met een stevige Tramontana in de zeilen en een knap schipper aan de touwen, liep veel gauwer op ons uit dan ik had gedacht. Hij was al binnen het haventje van de villa, eer wij de landtong voorbij waren. Ah, voilà. U weet zeker dat de Torre van Straten alleen aan boord was? Heel zeker, want die dame ging hier in Amalfi van boord. Maar ja, dat heb ik trouwens al gezegd. Maar, waarom vragen jullie dat allemaal? Of heeft het soms te maken met die moord in de villa? Ik weet het niet, wie zal dat zeggen? In elk geval bedankt voor je inlichtingen. Ja, ik wil er natuurlijk geen gezeur mee krijgen. Krijg je ook niet. Bonjour. Bonjour. Adios, signori. Ja, dat was een merkwaardige ontdekkingsschaduw. Ja, hoogst merkwaardig. En dat heeft een nieuwe vraag opgeworpen. Waarom loog Henk Verstraten? Een belangrijke vraag, schaduw. Tenzij... Tenzij? Nee, niks. Kom, stap in. Ik vertelde je daarnet van dat telefoongesprek. Ja. Maar schiet me ineens wat te binnen. Dokter Renato de Romanis heeft me gevraagd of jij misschien de sleutel van zijn auto in je zak hebt gehouden. Hij kon je niet bereiken. Als je nou die sleutel hebt, dan moet je die vanavond nog per express en aangetekend naar hem toesturen. Tenzij je morgen met ons naar Amalfi terug gaat. Hij is woest. Hij zal nog wel woester worden. Je hebt een lange dag gemaakt, inspecteur Carlier. Apropos, hebt u mijn verzoek aan Harrow Aberdeen overgebracht om de sleutels van mijn wagen op te zenden? Ja, maar hij komt hier morgen met alles wat kan je. Het zal tijd worden. Ik zit aardig onthand zonder wagen. Ja, dat kan ik me voorstellen, natuurlijk. Wat ik zeggen wilde, ik hoorde zojuist toen ik binnenkwam onze gastvrouw over raadsels spreken. Nu zijn er vandaag een paar nieuwe gezichtspunten opgedoken die voor Olga misschien een paar van die raadsels zouden kunnen oplossen. Het interesseert je misschien, Olga? Mag ik je dan tot een romantische avondwandeling noden? Wil ik dan iemand dan even excuseren? Ja, natuurlijk. Heb je een sigaret voor me? Oh, excuseer. Dat dacht ik niet aan. Met genoegen, natuurlijk. Alsjeblieft. Dank je. Ja, het spijt me, maar ik ben genoodzaakt, Olga, jou een paar vragen te stellen. Mag ik jou eerst dan wat vragen, schaduw? Mm-hmm. Worden Michael en ik van de moorden verdacht?
verdenken, zei je? Ik geef het beginsel nooit voet aan mogelijk opduikende verdenkingen, eer ik min of meer afdoende aanwijzingen in handen heb. Het vertroebelt je kijk op het geval. Alleen een kwestie van principe dus. Als ik me niet vergis, luidde de verklaring van jou en Michael al dus... om 6 uur per auto naar Napels. Daar de trein van 8 uur naar Rome genomen. Jij ging naar de kapper, je man ging naar de bank. Jullie verlieten Rome met de middagtrein van 14:03. Om 7 uur waren jullie in Napels terug. Met de auto verder naar de villa waar jullie tegen 9 uur aankwamen. Akkoord? Akkoord. Maar wat een fenomenaal geheugen. Heb je de verklaringen van ons alle 8 zo griezelig nauwkeurig in je hoofd? Nee. Maar wie van jullie beiden wel? Want die interesseren mij bijzonder. Waarom? Omdat ze niet kloppen. Daarom. Zo? Ja, zo en niet anders. Begin en eindpunt van je verklaring vallen natuurlijk samen met de juiste gang van zaken. Maar wat daartussen ligt? Hoezo? Waar ging je naartoe nadat je bij de kapster klaar was? Naar een restaurant. Welk restaurant? De... Oh, een klein zaakje dat je niet kent. In de Via Acanio. Alleen Romeinen en enkele vreemdelingen die lang in Rome wonen kennen het. Het is klein, maar de keuken is er erg goed. En Michael wachtte je daarop? Ja, ja. Bewonderenswaardig. Bewonderenswaardig? Mm-hmm. Ik bedoel het geduld van Michael. Hij moet erg lang hebben gewacht. Of is hij al vroeg in de middag teruggegaan? Hoe kom je daarbij? Omdat de kaartjes, de nummering en het tangmerk uitwijzen dat één van jullie beiden om 12:04 met de sneltrein uit Rome vertrok en om 14:24 in Napels was. 120 kilometer van Villa Riposa dus. De moord vond plaats om ongeveer 4:00. Dus bleven er precies 100 minuten over om die 120 kilometer af te leggen. Een gemiddelde van 70 kilometer per uur. Dat weet je dus. Ik was het die eerder terugkeerde. Dan zou ik graag willen weten, Olga, wat jij uitvoerde tussen 2:30 toen je in Napels aankwam en 9:00 toen je hier samen met je man arriveerde. En als ik die vraag weiger te beantwoorden? Ik kan je er niet toe dwingen. Maar Olga, herinner jij je nog wat ik antwoordde toen Haro mij verzocht het onderzoek op me te nemen? Je bedoelt? Ik bedoel dat al wat ik ontdek... ter kennis van de Italiaanse collega's wordt gebracht. Mm-hmm. Ik heb je verder niets mee te delen. Laten we naar de villa teruggaan. Zaterdagavond hadden jij en je man een woordenwisseling met Venice Cagliari Quintilli. Waar ging dat over? Over beuzelarijen. Beuzelarijen? Jazeker. Zo. Noemen we tegenwoordig een beuzelarij als iemand een kunstenaar voor een aanzienlijk bedrag oplicht? Noemen we tegenwoordig ook een beuzelarij als iemand vervalsingen naar het buitenland verkoopt en die vervalsingen met de naam van de bekend beeldhouwer signeert? Wat? Dat zijn de feiten, Olga. Zo, dus toch. Wie ontdekte dat? Harry Aberdeen in de eerste plaats. Oh, ik vermoed het al lang. Zo, dus ik had het goed. De elegante heer Quintilli licht ons op nadat hij eerst de bruidsschat van zijn vrouw had opgesoupeerd. Nou, dan heeft hij zijn verdiende loon. En nou nog één vraag tot afscheid, Olga. Wie haalde die doos met gebak weg? Dat deed ik. Welterusten, hoofdinspecteur Cartier. Olga wenste me zo even welterusten, Haro, maar het is mij nog te vroeg. Ja. Maar, het zit hier heerlijk op het balkon. De nacht is zoel en de wijn... is cool. En de sigaar die ik van jou kreeg is lang niet slecht. Maar onze pastoor rookt ze beter. Zo. Ja. Ik lag vannacht ergens over te denken. Het is opvallend, hè, dat de slaap van Quintilli hoegenaamd geen spoor van verschroeiing vertoont. En bovendien is de kogel niet uitgetreden, hoewel er met een zeer krachtig wapen is geschoten. De kogel is vrij hoog bij het oor ingedrongen en dus in de hersens blijven steken. Dan moet er van grote afstand geschoten zijn. En de dokter had het over een neerwaarts gerichte kogelbaan. Maar het lijkt me moeilijk in Quintilli's kamer van bovenaf te schieten. Tenzij de moordenaar in de lamp of op de boekenkast zat. Misschien herinner jij je dat later bleek dat de rug van Quintilli's Colbert vuil was. Ja. Als hij op zijn rug terecht kwam en als er van bovenaf geschoten werd,
dan kan hij in de tuin geweest zijn. Ja, maar dan moet hij later naar zijn kamer gesleept zijn. Dan moeten er sporen zijn. Nou, zullen we dan moeten zoeken. Oh ja, nog wat. Als Quintilli in de tuin werd neergeschoten, ligt het dan niet van de hand dat Flavia voor die tijd al in de kamer gedood was? Dat Quintilli zijn vrouw doodde en een wrekende gerechtigheid de moordenaar vanaf het balkon bijvoorbeeld in de tuin neerschoot. Uh-huh. Jij weet inderdaad veel bijzonderheden, Haro. Oh. Nou, wie zou die wrekende gerechtigheid zijn, dacht jij? Het antwoord is eenvoudig, schaduw. Iemand die Flavia heel graag mocht. U hebt geluisterd naar het derde deel van Er klopt iets niet. Een detectivevoorspel in vier delen naar het gelijknamige boek van Havank in de bewerking van Pieter Terpstra. De rolverdeling was als volgt. Hoofdinspecteur Charles Carlier, de schaduw Jan Borkes. Professor Dr. Guazzaroni, Piet Ekel. Haro Aberdeen, Hans Veerman. Aldo Escagni, Hans Karsenbarg. Stuurman, Han König. Dr. Renato de Romanis, Paul Deen. En Olga Kojevnikov, Willy Bril. De regie had Wim Paul. Er klopt iets niet. Een detectivevoorspel in vier delen naar het gelijknamige boek van Havank in de bewerking van Pieter Terpstra. Regie Wim Paul. Vandaag hoort u het vierde en laatste deel, 246 kilometer. Tja, wat mij bezighoudt is het motief. Mm-hmm. Maar als we dat hebben, hebben we ook de moordenaar. Of de moordenares. Hebt u overigens gisteren nog vorderingen gemaakt met het onderzoek, signor Pretori? Ik heb verschillende diensten ingeschakeld, maar de resultaten zijn er nog niet naar. Ach. Ik heb geloof ik al verteld dat merk en nummer van het in de kamer van Quintilli gevonden pistool overeenstemmen met de machtiging tot het dragen van vuurwapens die we in Quintilli's portefeuille gevonden hebben. De kogel die uit het lichaam van Flavia verwijderd werd, komt uit het pistool van Quintilli, daar is geen twijfel aan. Mm-hmm. Op het wapen in de kamer zijn vingerafdrukken van Quintilli gevonden. Hé, hey, dat laatste wist ik nog niet. In elk geval is het duidelijk dat Flavia door Quintilli werd neergeschoten. Nou, dat is in elk geval iets. Al is het geen grote ontdekking. Maar de vraag blijft nu, wie schoot Quintilli neer? Wel, na alles wat er in het begin niet klopt, is het prettig nu eens een paar dingen te horen welke wel kloppen. Maar er zijn nog heel wat zaken onopgelost. Welke bijvoorbeeld? Wel, bijvoorbeeld het feit dat er twee pistoolhulzen in de kamer lagen. En dat er maar één pistoolkogel hebben teruggevonden, die waarmee Flavia werd gedood. De kogel die Quintilli trof, dat was een geweerkogel. Ach, je hebt gelijk, ja. Een geweer werpt trouwens geen huls uit. Maar nu je het er toch over hebt, ik heb nog een verrassing. Oh ja? Ja, op één van de twee hulzen stond namelijk een vingerafdruk. Niet helemaal, 5-6 ongeveer. Ik heb er een foto en een vergroting van laten maken. Het was de huls die naast de stoel van Quintilli lag, laat ik dat erbij zeggen. Mm-hmm. Geen overeenstemming tussen die 5/6 en de vingerafdrukken van Flavia en Quintilli, vermoed ik? De een nog de ander. Mm-hmm. Dat staat absoluut vast. Radio! Zou je hier even willen kijken? Ja, dat is Harry Aberdeen. Wat is die? Loop je even mee? Hé, hij staat te spitten. Wat zou dat te betekenen hebben? Wacht eens. Ja. Dat is het natuurlijk. Ik moet me al sterk vergissen. Ja, ik ben maar een amateur, jongens. Maar ik geloof toch dat ik iets ontdekt heb dat jullie interesseren zal. Hebt u iets bijzonders opgegraven? Ja, en dat zat niet erg diep. 15 centimeter ongeveer. En daar wordt de grond klonterig. Kijk maar. Ja, Stien. Hm. Huh? Ja, dat is bloed. In de grond gelopen bloed. Zag je hier iets bijzonders? Platgeslagen bloemen. Over een lengte van minstens 1,5 meter. Net of er iemand met zijn volle gewicht op is gevallen. Aha. Beschadigde bloemen kun je niet zomaar 1, 2, 3 herstellen. Bloedsporen kun je wegwerken.
Tenzij je vergeet dat er iets in de grond gelopen kan zijn. Prima werk, Harold. Ja. Een compliment. Het is heel belangrijk. En gecombineerd met wat we al eerder ontdekt hebben, zelfs zeer belangrijk. Als Quintili inderdaad zijn vrouw neergeschoten heeft, dan moet iemand hem later in de tuin gedood hebben. Ja, vanaf het balkon waarschijnlijk. En later is ze lijk in de kamer gedeponeerd. Wij moeten alles nog eens rustig nagaan. En wat doen we met dit? Nou, ik zou het niet onverstandig vinden als jij de sporen van je graverij ging uitwissen. De moordenaar zou ervan kunnen schrikken, dat je niet. Of misschien zou je even een klein handje kunnen helpen. Ja, maar we hebben nou andere zaken aan ons hoofd. Gaat u mee, Pretoren? Nou, jullie worden bedankt. Een belangrijke ontdekking van die meneer Aberdeen, hè? Mm-hmm. Dat bloed moet onderzocht worden. Ja, maar er moet nog iets onderzocht worden. En dat is? In die boom. Dat is ongetwijfeld een kogelgaatje. Ja. Duidelijk zichtbaar doordat de stam glad is. Inderdaad. Dat is een kogelgaatje. Ja. En als ik me niet vergis, zul je aan het eind van dat gaatje een kogel vinden die niet uit het grote elandgeweer afkomstig is, maar... Uit het pistool van Quintini? Ja, maar dan zou er een vuurgevecht in de tuin geweest moeten zijn. Dat zou de nauwkeurigheid waarmee Quintini geraakt is kunnen verklaren. Hij zou getroffen kunnen zijn toen hij richt op zijn belager of... op een ander... Want hij werd van terzijde geraakt. En dan zou er buiten Flavia, die toen waarschijnlijk al dood was, Quintili en de moordenaar, nog een vierde geweest moeten zijn. Bijvoorbeeld Olga. Een fles droge witte vermoed en 6 glazen. Nou... Daar zullen we wel genoegen hebben voor het verzamelen van een collectie vingerafdrukken, signor Pretoré. Hm? Dat denk ik ook wel. Inmiddels vond ik meneer Henk van Straten bereid ons hier op te zoeken. Aldewes Kanje is bereid straks ook even langs te komen. Dokter Renato is thuis en Haro is nog in den deun. Laten we hopen dat hij de sporen goed uitwist. Maar misschien is het niet meer nodig. Het eind van het verhaal nadert, als ik me niet vergis. Ja? Aha, daar hebben we de heer van Straten. Komt u verder. Gaat u zitten. Aperitiefje voordat we straks op tafel gaan. Dat kan geen kwaad. Dat dacht ik ook. Wel, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Alsjeblieft. Je hebt verklaard dat je maandag om 11:30 wegzeilde. Aan boord waren Quintili, Flavia, Angela en Nicoletta. Jullie waren om 12:45... in Salerno. Quintili, Angela en Nicoletta gingen daar van boord. Jij zeilde met Flavia terug, maar jullie waren om 3:15 in de haven van Amalfi. Daar ging, volgens jouw verklaring, Flavia van boord. Je voer onmiddellijk weer uit, je hebt een eindje rondgezeild. Om 6:15 was je weer in Salerno. Angela en Nicoletta stapten weer aan boord. Om 8:00 waren jullie weer terug in Villa Rivoso. Klopt dat? Klopt. Mooi. Laten we dan eerst even een slokje nemen, nietwaar? A la salute. Ja, dat prikkelt namelijk het herinneringsvermogen. Hm? In welke richting zeilen we eigenlijk? Ik vrees in de verkeerde. In plaats van rechtstreeks naar Salerno zeilen we naar de rust der wijsgeren. En we vinden daar, vrees ik, opnieuw rust, nog wijsgeren. Dat is de griezeligste nonsens die ik sinds jaren gehoord heb. En ik lees toch iedere dag de hele Italiaanse pers. Ja, je kunt rare dingen beleven in het leven. Ik meen dat jullie me een en ander te vragen hadden. Kijk eens hier, meneer Verstraten. Laten we niet omheen draaien. In plaats van rechtstreeks naar Salerno te zeilen, bent u in de richting van de villa gevaren. U hebt het jacht zelfs het haventje binnengevaren. Zo. Dan heeft de stuurman waarschijnlijk gekletst. In verband met die weddenschap, vermoed ik. Dus ben ik, zoals dat in Amsterdam heet, erbij gelapt. In elk geval klopt uw verklaring niet. Dat geef ik toe. Ik zeilde naar de villa. Ik had moeilijkheden met de motor en ik dacht dat de nieuwe bougie misschien uitkomst zou brengen. Maar in het boterhuis was geen bougie. Van motor heb ik trouwens niet veel verstand. Enfin, ik had geen tijd meer te verliezen en ik keerde de schuit. Verder dan het haventje ben ik niet gekomen. Ik legde een onjuiste verklaring af, dat geef ik toe... omdat ik hoopte buiten deze zaak te blijven. Welke verhouding bestond er tussen u en Weiden Quintili? Geen enkele. Met dat soort lieden hou ik me niet op. Maar niettemin dulde je Quintili in de vriendenkring. Kon ik anders? Misschien niet.
Je weet natuurlijk dat dokter Renato meneer Quintili ter verantwoording heeft geroepen in zaken een verkwiste bruidsgat en nog een andere aangelegenheid. Zeker. Ik wist het voordat Haro het ontdekte. Angela en ik hebben Renato maandagavond verteld dat we ons inmiddels verloofd hadden en dat we zouden trouwen zodra die reis naar Holland achter de rug was. Is het mogelijk dat Quintili je plannen in de weg stond? Veronderstel dat ik de aarde te benauwd vind om ons samen met Quintili op te wonen. Dacht u dan dat ik hem van kant zou maken? Oef. Als je iemand wil vermoorden, dan moet je toch minstens weten waar hij uithangt. Maandagmorgen zeilde ik met Quintili naar Salerno. Hij ging daar van boord en was van plan rechtstreeks naar Rome te gaan. Flavia wist niet beter en de anderen ook niet. Waar ik ook heen gezeild ben, zeker niet naar Rome. Uw verklaringen zijn heel interessant. En misschien komen we er later nog wel op terug. Maar eerst willen we hier graag de heer Aldo Escagni ontvangen. Akkoord? Prima. Tot ziens dan maar en succes verder. Ja, dankjewel. Dat verhaal van die kapotte motor kan natuurlijk ook verzonnen zijn, hè? Wie zal voor de waarheid instaan? Niemand, vrees ik. Maar het enige waar we zeker van zijn, dat zijn de vingerafdrukken op dit glas. Ja? Goedemiddag, heren. Goedemiddag, meneer Escagni. Oh, Aldo, ga zitten. Sigaret. Aperitief, graag. Wij wilden u enkele dingen vragen. U ging maandag al vroeg de deur uit en keerde pas 's avonds laat van uw omzwervingen terug. Dat klopt. De pretoren, alsjeblieft, Aldo. Dank je. De pretoren, ik zeg je dit vrijuit, heeft je gangen nagegaan, heeft getracht of het aan de hand van getuigenverklaringen mogelijk was vast te stellen dat jij ongeveer om 4 uur niet in de buurt van Villa Riposo hebt kunnen zijn. Alla salute. Buitengewoon erkentelijk. Proost. Maar het beeld van je bewegingen ziet eruit als een beddensprei, zoals wijlen mijn grootmoeder ze vroeger raakte. Nogal veel gaten en zo. Allicht. De bossen zijn hier nogal dun bevolkt. Hè? Vanmiddag hadden wij een gesprek. Olga, Michaël en nog een paar van de anderen. We hadden het over onze alibi's. Behalve Michaël en Renato staan we allemaal op drijfstand. Wat wilt u daarmee zeggen? Alleen dat mijn alibi even goed en slecht is als dat van de 6 anderen. Signor Espendi, telefoon voor u. Ik heb Rome aangevraagd, u excuseert me. 1 seconde, kosten zijn voor mijn rekening. Jij bent een goed jager. Middelmatig. Excuseer, mochten jullie me nog nodig hebben? De tijd zal het leren. Ach, luister eens, vraag dokter Renato en Harold Aberdeen even hier te komen, wil je? Dankjewel. Dat is het tweede glas. Ja, voor een hele verzameling, hè? Ja, ik breng ze even naar hiernaast, naar de deskundige. Goed. Dokter Renato en Haro heb ik maar samen laten komen. Prima. Binnen. Goedemiddag, heer. Oh, goedemiddag. Neemt u plaats, heren. Dank u. Glas vermoed. Ja, bijzonder vaak. Ja, dat is een goed idee, schaduw. Wil ik zeggen wel, wat is dat? Alsjeblieft. Dank u wel. Alsjeblieft. Wat is dat voor een geschiedenis met die autosleuteltjes? Die autosleuteltjes zouden voor Haro een middel zijn om zijn onschuld aan te tonen. Ik begrijp overigens niet hoe. Nee, herinner jij onze weddenschap van maandagmorgen nog, toen we naar Napels reden? Ja. Zeker. Ja. En je blijft erbij niet te begrijpen waarom ik pertinent weiger de sleuteltjes van jouw wagen uit handen te geven. Zelfs niet aan de schaduw, zolang de zaak nog hangende is. Ja, daar blijf ik bij. Ja. Mag ik de heren dan verzoeken om mee te gaan naar de garage, waar de auto staat die niet meer gereden heeft sinds ik hem daar maandagavond heb neergezet? Als het nodig is. Het is nodig. En vergeet niet, Renato, dat je mij tot deze stap gedwongen hebt. Ik vergeet niets. Als we dan eens gingen. Deze wagen maandagavond in de garage zetten, stond de kilometerteller op 3708, waarop hij uiteraard nu nog staat. Maar maandagmorgen stond hij op 3222, verschil 486 kilometer. 1 reis van Amalfi naar Napels is ongeveer 120 kilometer. Reken maar na, er is een verschil van 246 kilometer, dus 246 kilometer extra gereden.
zijnde de afstand Napels-Amalfi, vice versa. Dus, Haro, jij houdt mij voor de moordenaar. Niet alleen van Gittini, maar ook van Flavia. Dan schaduw je de conclusies aan jullie. Maar als je mij verdenkt van de moord op Quintini, dan bega je een schromelijke fout. Tijd voor het eten. Dan gaan we dat eerst doen. En erop letten dat niemand de villa verlaat. In hemelsnaam, schaduw, maak er een eind aan als je kunt. Het vergiftigt mijn huis, het maakt me dol. Eén van jullie hebt moed de waarheid te zeggen. Ze komen er toch achter. Ja, misschien is het maar het beste dat de zaak nu meteen haar beslag krijgt. Mijn beste Michael, ik weet wie Quintili doodde. Degene die vingerafdrukken naliet op de tweede huls die eerst in de tuin lag en later naast het lijk van Quintili werd gelegd. Waarschijnlijk om de indruk te wekken dat hij eerst Flavia en daarna zichzelf had gedood. Het is anders. Dat weten enkele van jullie. Is het goed dat ik het vertel, Olga? Als je het weet, zwijg dan niet langer. Maandagmiddag had er in deze villa zo omstreeks 4 uur een bespreking plaats. Aan die bespreking namen deel Flavia en 2 onbekenden. Ja, dat zou me niet verwonderen als die bespreking voornamelijk Flavia's belangen betroffen. Of vergis ik me? Ik weet niet in hoeverre je gist, maar je gist juist. Die bespreking was belegd in verband met de geschiedenis van de bruidschat van Weile, mijn zuster. Dank je. Quintili schijnt lucht van deze bijeenkomst te hebben gekregen en hij voerde een schijnbeweging uit door te beweren dat hij naar Rome ging. Maar nauwelijks was de bespreking aan de gang of hij kwam binnenvallen. Wat er verder gebeurde, weet ik natuurlijk niet precies. Maar ik veronderstel dat er een hevige twist ontstond. Quintili trok een pistool en vuurde. Dus jij zegt dat Quintili Flavia vermoordde? Grote goedheid. Hij vermoordde zijn eigen vrouw. Ja, Quintili en niemand anders. Dat ik moet je wel verzoeken me niet verder in de reden te vallen. En je bent in staat die beschuldiging te bewijzen? Dat zijn we. Oh. Dat betekent een grote, geweldige geruststelling voor een van de aanwezigen. Voor jou bijvoorbeeld? Ja. Inderdaad. Want jij was een van de beide onbekenden die de bespreking bijwoonde. Hoe heb je dat ontdekt? Het valse alibi. Ten eerste. Het weghalen van de doos was ten tweede. We gaan verder. Wat het ontdekken van de moordenaar van Quintili betreft, hebben vingerafdrukken een grote rol gespeeld. Er werden, zoals ik al zei, vingerafdrukken gevonden op de huls die naast het lijk van Quintili lag. En deze bleken identiek met die op een van de glazen waaruit mijn geëerde gasten vanmiddag witte vermoed hebben gedronken. Dat is gras. Juist. We gaan weer verder. Ik vermoed dat Quintili toen Flavia stervend ineenzakte door een waanzinnige angst overmeesterd werd en in die paar seconden van verstandsverbijstering besloot hij de beide getuigen van zijn misdaad ook uit de weg te ruimen. Ik vermoed dat ze al gevlucht waren. De ene, de tuin in, achtervolgd door de met moord dreigende Quintili, dat was zij, Olga. De andere rende naar zijn kamer en haalde een geweer waarmee hij menigmaal op jacht is geweest. Toen hij op het balkon verscheen... Schaduw, zwijg er liever over. Laat Nee, ga door, schaduw. Het moet een gruwelijk moment geweest zijn toen hij besefte dat hij geen kans had. Of de een of de ander. Hij legde aan en vuurde. En redde daarmee Olga het leven. En daarom durf ik de man die Quintili doodde niet van moord te beschuldigen. Aldo, jij doodde Quintili om Olga het leven te redden. Ja. Ik doodde Quintili, ja. Maar ik moest... Jij zou hetzelfde gedaan hebben. Als ik niet in die laatste seconde geschoten had, zou hij geschoten hebben. En dan zou een tweede onschuldige gevallen zijn. Misschien had ik er beter aan gedaan alles onmiddellijk te bekennen, maar we hoopten, Olga en ik, dat de politie aan zelfmoord zou denken. Schaduw. Aldo mag nooit veroordeeld worden. Hij redde mijn leven. Mooie avond, hè?
Zeg, Haro. Hmm. En jij ook, Renato. Drinken we nog iets? Ik voel een beroerd schaduw. Ben jij er zeker van dat Aldo weer gauw vrijkomt? Mm-hmm. Zonder twijfel. Drink rustig iets met ons mee. Toch wil ik één ding nog graag weten, Renato. Hmm? Die 246 kilometer. Hoe zit het daar eigenlijk mee? Dat was de enige zwakke plek in mijn alibi. Hè? Ja. Maar? Met alle respect. Maar mijn alibi was vals. Hoezo vals? Omdat ik hier was. Tussen 4 en 4:30. Hoe? Oh, dat is heel eenvoudig. Heb jij ooit een operatie meegemaakt? Dan weet je dat de chirurg en de assistenten allemaal in wit gekleed zijn. Met witte monddoeken voor en dat ook het gezicht gedeeltelijk bedekt is. En tijdens de operatie wordt praktisch niet gesproken. In het ziekenhuis heb ik een eigen kamer. Een collega-chirurg die ongeveer mijn figuur heeft, kleedde zich daar aan en ging als dokter Renato de Romanis naar de operatiezaal. En jij? Ik? Ik verliet mijn kamer. Ik ging met de lift naar beneden. En ik verliet door de achterdeur het ziekenhuis. Niemand zag me. Ik reed naar Amalfi. Naar de villa. Het was een krankzinnige speling van het noodlot dat ik de enige was die wist dat Quintilli hier om 4:00 zou zijn. Ik had verantwoording van hem geëist. En zondag kwamen we overeen dat we elkaar hier zouden treffen. Wetend dat Nick en Olga en al de gasten weg zou zijn. Ik wist tenminste niet beter. Mm-hmm. En daaruit volgt dat je het voornemen had, Quintilli, laten we zeggen, dat je van plan was met hem af te rekenen. Ja, ik had besloten Quintilli uit de weg te ruimen. Ik had alles tot in de kleinste finesses overdacht. Mijn alibi zou volmaakt geweest zijn, want op de man die mijn plaats innam, kon ik rekenen als op mezelf. Zonder die dwaze weddenschap met Haro Aberdeen. U had geluisterd naar het vierde en laatste deel van Er klopt iets niet. Een detectivevoorspel naar het gelijknamige boek van Havank in de bewerking van Pieter Terpstra. De rolverdeling was als volgt. Hoofdinspecteur Charles Callier, de schaduw, Jan Borkes. Pretore, commissaris van politie, Anton Kuil. Haro Aberdeen, Hans Veerman. Henk Verstraten, Paul van der Lek. Aldo Escagni, Hans Kassenbarg. Dr. Renato de Romanis, Paul Deen. Mikhail Kojevnikov, Frans Somers. En Olga, zijn vrouw, Willy Bril. De regie had Wim Pauw.